Ik denk dat al die Nederlanders zich compleet in de steek gelaten voelen doordat die vraag niet is gesteld. Welkom bij Jongeren aan Zet, complottheorieën. Ik ben Zara Toxus, ik leid het gesprek van vandaag, maar dat doe ik niet alleen. Ik doe het samen met twee fantastische heren. Dat is Shadi Akda en Emin El Bakali. Geef ze een hartelijk applaus. Shadi heeft een betoog geschreven over hoe het bij hem begon eigenlijk, dat hij ging geloven in complottheorieën. Dus laten we daar even naar luisteren. Oké, 6 april 2016. Ik neem u terug mee naar 6 april 2016, toen er een raadgevend referendum werd georganiseerd om te beslissen over het associatieverdrag met Oekraïne. Het advies van de Nederlandse bevolking was duidelijk. 61% was tegen. Toch gingen Rutte en Co. dat verdrag aan. Dit vond ik als 14-jarige jongen een enorme schande. Op school leerde ik over democratie, trias politica en hoe dat ervoor zorgde dat de macht zoveel mogelijk bij het volk bleef. Dat was dus gewoon onzin. Of moest ik meneer Rutte erop vertrouwen dat dit voor mijn eigen bestwil was? Sinds dat moment in 2016 is het van kwaad tot erger gegaan. Met natuurlijk een stroomversnelling in 2020 toen corona kwam. Toen de overheid zichzelf ineens het recht gaf om het volk te vertellen wanneer het wel of niet naar buiten mag. Of een zaak wel of niet open mag. En zelfs of ik mijn familie wel of niet knuffelen mag. Ik ben van mening dat, ongeacht de situatie, de overheid het volk moet blijven dienen en nooit meer moet betuttelen. Ik voel me een doodnormale burger, maar toch kom ik bij bepaalde gebeurtenissen blijkbaar op andere gedachtes dan de andere doodnormale mensen. Tenminste, die indruk geeft de media. Tijdens corona hebben wij gezien dat als je kritische gedachtes jegens het beleid van de overheid had, je als wappie werd bestempeld. Dit werd geframed als een kleine, gekke groep mensen met waanideeën. Een groep in ieder geval te klein om op in te gaan. Maar om mij heen zag ik heel veel mensen met dezelfde gedachtegang als ik. Bijna al mijn leeftijdsgenoten, maar ook genoeg volwassenen met een doodnormale 9 tot 5. Totaal niet het beeld van de media. Fakkels dragende, in aliens gelovende mensen die op onrust zaaien uit zijn. Ik zag nette, eerlijke, werkende mensen die onbeantwoorde vragen stelden bij de toch wel opmerkelijke gebeurtenissen van de laatste 3 jaar. En die vragen brachten oprechte emoties van angst en wanhoop teweeg. Elke keer dat de tv aan werd gezet, werden ze geconfronteerd met een publiek debat dat zeer denigrerend over ze sprak, zonder een antwoord te kunnen geven op hun vragen. Ik ben een doodnormale burger, maar helaas moet ik constateren dat ik ook wappie ben. Want ik vind de tunnelvisie op vaccins als oplossing voor de pandemie onverantwoord. Want ik vind dat een vaccin dat binnen 2 jaar is ontwikkeld onverantwoord. En bovenal, ik vind dat wij recht op uitleg hebben als de helft van het kabinet op de site van het World Economic Forum staat. Want alsof al het bovengenoemde niet genoeg was, worden veel prominenten uit Nederlandse politiek trots geportretteerd op de site van een organisatie met ideeën om persoonlijke eigendommen te verbieden of af te schaffen. Een chip in onze breinen te zetten om overheden onze emoties te kunnen laten monitoren. En in het specifiek onze emoties jegens overheidsbeleid. En dit is echt gezegd gewoon. Ook staat de invoering van CBDC's op de planning. Deze nieuwe, door centrale banken ingevoerde digitale munt moet al het cashgeld doen verdwijnen en overheden de mogelijkheid geven om al onze transacties bij te kunnen houden. Een uitleg waarom privacy essentieel is, zal ik u niet geven, maar ik wil wel graag afsluiten met de volgende uitdrukking. Zeggen dat het recht op privacy voor jou niet zo belangrijk is omdat je niks te verbergen hebt, is net als zeggen dat de vrijheid van meningsuiting onbelangrijk is omdat je niks te zeggen hebt. Nou, ja, dankjewel. Dankjewel, Shadi. Je vertelt net van, ik werd weggezet als wappie. Wie deden dat? Nou, niet per se ik, maar als ik de tv aanzet, zag ik wel de mensen die bepaalde dingen geloofden, die in lijn kwamen met dingen die ik geloofde, wel als wappie werden neergezet. En jij zegt een beetje, even kort gezegd, van, ik ben niet gek, ik geloof niet in aliens, maar ik bevraag het systeem. Ja. En wat doet het met jou als jij, wat voor gevoel is het als mensen jou neerzetten als gek of als wappie? Weet je, eerst denk ik van wat ik belangrijk vind, gaat jullie ook aan, weet je, die mensen die me wappie vinden. Maar ja, ik ben gewoon overtuigd van bepaalde dingen. En van bepaalde dingen wil ik alleen weten of het wel goed getoetst is, of mensen er wel genoeg over na hebben gedacht. En ja, als ik dan wappie word genoemd, dan is het prima, maar ik geloof in het doel.
En je zegt van eigenlijk begon het rond je 14e dat je begon met twijfelen. Nu ben je 20. In die tijd, wat is er veranderd? Bijvoorbeeld als we het over corona hebben, zei jij van toen voelde ik me heel erg weggezet. Wat betekende dat in jouw leven? Nee, ik en mijn vrienden die lezen al heel lang complottheorie. Maar eerst was het eigenlijk best wel juicy. Bijvoorbeeld 9-11 is niet helemaal waar. Dingen kloppen daar niet aan. Maar toen op een gegeven moment kwam dat met het referendum. En toen, dat was niet eens een complot. Maar toen dacht ik, hey, als we echt in een democratie wonen, dan hoort dat niet zo te gaan. En op een gegeven moment werd het 2020 en toen kwam er corona. En toen dacht ik van, oké, nu gebeuren er echt dingen waarvan ik nooit had gedacht dat de overheid dat zou doen. Maar het gebeurt wel. En overigens was corona zelf voordat corona kwam al een complottheorie dat er zoiets zou komen. Maar je was dus toen je 14 was al heel erg bezig met politiek. Want ik zou denken, je bent gewoon aan het chillen met je vrienden. Maar jij was bezig met het referendum over Oekraïne. Ja, die dingen interesseerden me wel. Oké. Ik wil graag uitnodigen aan tafel Yaron Harambam. Hij is socioloog en hij heeft jarenlang complotdenkers onderzocht. Welkom. Een warm applaus ook voor Yaron. Dankjewel. Je hebt een boek meegenomen? Ja. Wat voor boek is dat? The Truth is Out There. Dit is het publieksboek dat ik samen met Marije Kuiper, die hier toevallig is, fotograaf, en Roel Vaze, grafisch ontwerper, gemaakt heb 2 jaar geleden en vorig jaar uitgekomen. En het is een boek met 18 verschillende hoofdstukken, rondom 18 verschillende thema's van complottheorieën die elk door een andere complotdenker verwoord worden. Want jij hebt veel gesproken met mensen die in complottheorieën geloven. En Shady zegt net, ja, ik werd weggezet als wappie. Is dit iets wat jij herkent in die verhalen? Ja, toen ik ben dus gepromoveerd op het onderwerp complotdenken. En toen ik met mijn onderzoek begon, zag ik eigenlijk dat label. Dus ik vind het ook interessant dat jij nu zeg maar complotdenker en complottheorieën zo makkelijk in de woord neemt. Eigenlijk was dat al een hele beladen term. Als je iemand een complotdenker noemt, is alles wat hij zegt niet meer relevant. Want dat is onwaar, idioot, ridicuul. You name it. Dus dat stereotype van de aluminiumhoedjes dragende complotdenker was al helemaal, weet je wel, wijdverbreid. En toen hadden we nog niet het mooie woord van wappie om die mensen te omschrijven. Wat dat nog veel sterker laat zien. Het is echt een hele een krachtig retorisch machtsmiddel om iemand de mond te snoeren. En Shady zei ook in zijn betoog van tijdens corona wilde ik gewoon het systeem bevragen. Ik wil gewoon kritisch zijn. Dat klinkt allemaal niet heel raar. Wanneer ben je nou een complotdenker? Ja, daar hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Dus een beetje ook de definitie die ik in mijn boek heb gebruikt is, heb ik eigenlijk proberen te kijken naar welke mensen, welke ideeën worden als complotdenker of complottheorie of wappie bestempeld. Dus ik probeerde de definitie eigenlijk veel meer sociologisch te maken door te kijken van wie heeft ook definitiemacht in onze maatschappij om bepaalde mensen, groepen, ideeën als gek te bestempelen. En wie is dat nu bijvoorbeeld? Nou ja, dat zijn verschillende groepen. Media heeft natuurlijk een sterke definitiemacht in onze maatschappij. Politiek ook, wetenschap ook. Opiniemakers, ook op YouTube, influencers, et cetera. Er zijn factcheckers, van alles en nog wat. De talkshows. Ja. En als je kijkt naar de mensen om jou heen, bijvoorbeeld jouw vrienden, zou je zeggen van jullie denken heel erg hetzelfde over dingen of juist anders? We denken niet per se hetzelfde over alle dingen, maar ik denk dat we wel zelfde beleid hebben op welke dingen we als feit aannemen en welke dingen niet als feit. Mm-hmm. Hoe is dat dan? Hoe bepaal je dat? Nou, gewoon, we checken niet alleen de NOS bijvoorbeeld. Dus we checken wel de NOS en de Trouw en de NRC. Maar ook de gekke groepen op Telegram en de gekke groepen op Instagram. En ik heb het gevoel dat bij de mensen die dat niet doen, dat er zo'n gevoel heerst van, oh ja, je hebt dat van Instagram, dus dan zal dat wel niet waar zijn. Maar ja, voor ons is het een beetje hetzelfde. Uiteindelijk heeft iemand het getypt en of dat nou op de site van Trouw of op Instagram is. Is hetzelfde. Maar hoe weet je dan nog wat waar is? Want je hoort dan al met 1000 verschillende verhalen. Ja, dat weet je niet. Maar je gaat voor de meest logische oplossing. Oké, de meest logische oplossing. Hoe weet jij dan wat waar is? Het blijft ingewikkeld. Je probeert dat soort van te toetsen aan de rest van de dingen die je weet. En hoe dingen lopen en wat je denkt dat logisch is. Of waar. Maar logica voor jou kan anders zijn dan voor mij, toch? Wanneer begint het volgens jou gevaarlijk te worden? Als mensen wat voor gedachten hebben? Ik denk dat mensen mogen allerlei gedachten hebben. De mensen hebben ook de meest gekke gedachten. Ook niet complotdenkers, gewoon hele chique mensen enzovoort. Dus dat is prima.
Kijk, wanneer het gevaarlijk wordt, is denk ik als je bepaalde groepen in onze samenleving stigmatiseert en ziet als de zondebok. Dus dat heb je bijvoorbeeld gezien met Joodse complottheorieën over een soort van Joodse overheersing, maar ook complottheorieën over de omvolking van Europa, waarbij de moslims als een bepaalde zondebok gezien worden. Ik denk dat dat één groot gevaar is. En een ander groot gevaar is als soort van de fundamenten van onze rechtsstaat ontkend worden eigenlijk. Dus dat we een onafhankelijke rechtspraak hebben, dat we een min of meer functionerend democratie hebben. Als je daar tegen in wil gaan, bijvoorbeeld het parlement wil ontkennen. Ja. Oké, dus als iemand bijvoorbeeld met geweld Rutte probeert weg te halen, dan zeg je, dan is het een gevaar. Maar als iemand daarover nadenkt. Dus ik denk dat ik voor een zo breed mogelijk publiek debat ben, met een zo groot mogelijke vrijheid van meningsuiting. En dat interessant is nu in dit tijdperk dat we echt die grenzen aan het aftasten zijn. Van waar ligt die grens eigenlijk? Wanneer gaat iemand eroverheen? Is wat FVD aan het doen is, gaat het te ver of niet? En dat is goed dat we dat debat hebben, omdat die grenzen daardoor duidelijker worden. Wanneer vind jij ideeën gevaarlijk? Ik denk wanneer er een beetje een superioriteit gevoel heerst van oké, weet je wat, mijn gedachtegoed is de waarheid, dus ik mag deze actie ondernemen die eigenlijk niet goed is. Mm-hmm. Wanneer dat het gevoel bij mensen komt, dan denk ik dat het gevaarlijk wordt, want je zou nooit jouw waarheid op anderen moeten opleggen, ook als complotdenker niet. Maar hoe kom je dat bij jezelf? Bij mezelf. Dat je niet alleen maar overtuigd bent van jezelf en niet meer open staat voor andere dingen. Nou ja, ik ga in eerste instantie met jou een gesprek. En het is een best net gesprek tot nu toe, denk ik. Dus ik sta het met iedereen open. En ik ben sowieso van mezelf debatteur. Dus ik hou er zelfs van als iemand wat zegt waar ik het niet mee eens ben. En dan wil ik juist meer met je praten. Dus ik denk dat het is. Een beetje ook openstaan voor andere ideeën. En nog steeds respect voor mensen hebben. Ook al hebben ze niet hetzelfde idee als jij. Ja. Aantal keer viel het woord media al. We gaan eerst naar Emin toe, want hij gaat weer even de zaal in met die andere twee stellingen die nog over zijn. Yes. Tussen de media vallen bijvoorbeeld wat net is opgenoemd de publieke omroep, en dus de NOS bijvoorbeeld. Traditionele media die worden vaak gefinancierd door de overheid, maar niet altijd. Je hebt ook kranten en dat zijn gewoon echt bedrijven, dus die moeten het hebben van hun abonnementen. En traditionele media in vergelijking met bijvoorbeeld social media, dat is echt eenrichtingsverkeer. Hè? Want je neemt informatie op, maar je kan niet direct in gesprek gaan en op social media kan je natuurlijk een reactie plaatsen. Dus de stelling luidt als volgt. Traditionele media zijn kritisch genoeg op de overheid. Mag je het groene blaadje opsteken als je het ermee eens bent? En het rode blaadje als je vindt dat traditionele media niet kritisch genoeg zijn op de overheid. Mag ik jou vragen waarom jij het oneens bent met deze stelling? Ik had laatst iets langs zien komen op social media. En daar stond dat meerdere mediakanalen in bezit waren van een paar groepen mediahuizen, noem je dat. En ik denk dat het misschien daar ook mee zou te maken kunnen zijn. En tenminste, wat ik lees elke dag op internet en zo, dan denk ik ook van, ik ben het er niet helemaal mee eens. Dus ik denk niet kritisch genoeg, nee. Ik denk dat ze heel vaak instemmen met wat de overheid al te zeggen heeft en dat verspreiden ze dan dat woord. Ik had wel een rode kaart opgestoken, maar ik moet zeggen dat ik toch heel regelmatig blij ben met bijvoorbeeld onderzoeken die NRC uitvoert. Ook als het gaat over toeslagenaffaire of allerlei andere dingen. Dus ik vind wel dat dat we toch een aardige kritische pers hebben. En waarom word je daar blij van? Dat er tegenspraak mogelijk is en dat het dus niet zomaar gevolgd wordt. Okay. En de volgende stelling, dat gaat over cancel culture. Jullie herkennen het vast wel van celebrities of bijvoorbeeld Donald Trump die gecanceld worden op social media. Cancel culture is eigenlijk een soort van modewoord voor het fenomeen dat mensen worden geboycott nadat zij in de publiciteit zijn gekomen en daar zich aan kritiek hebben blootgesteld. Meestal gebeurt dit naar een storm van verontwaardiging op social media. De stelling luidt als volgt. Mensen die zich uitspreken op social media worden te snel gecanceld. Groen als je vindt dat ze te snel gecanceld worden. En rood als je vindt dat ze niet te snel gecanceld worden. Mag ik jou vragen waarom jij vindt dat ze te snel gecanceld worden? Ik zie gewoon dat bijvoorbeeld Trump of als hij iets twittert, dat voornamelijk wel links de activisten helemaal losgaan op hem en hem alles willen boycotten wat hij doet. Dus ja, en ik
denk niet dat dat de juiste oplossing is. Je moet altijd in verbinding staan, met elkaar praten. Maar als je één iemand uitsluit, dan kan je dat sowieso niet doen. Dus ja, ik ben sowieso tegen cancelen. Al ben je het niet eens met... Ik ben zelf moslim. En wat Geert Wilders zegt, ja, over islam vind ik niet leuk, zeg maar. Maar ja, ik ga hem niet cancelen. Je moet met hem in gesprek gaan. Duidelijk. Ik wil graag vragen of Rick Rutte hier wil aanschuiven. Hij is journalist bij NRC. Geef hem een applaus. We gaan nu wel even kijken naar die foxpop. Want Emin en Shady zijn de straat op geweest. Op de Dappermarkt hebben zij wat mensen gevraagd over nieuws, over vertrouwen, waar zij hun nieuws vandaan halen. Daar gaan we even naar kijken. Hallo allemaal, ik ben Emin. Ik ben Shady. En we zijn hier vandaag op de Dappermarkt om het te hebben over complottheorieën. Want wij zijn van de Batime Tech en samen met de Bali hebben wij een driedelig programma waarin we opkomen voor het belang van jongeren. En in het kader daarvan gaan we vandaag met de mensen van de Dappermarkt praten over complottheorieën. En nu op zoek naar dappere mensen. Heeft u groot vertrouwen in de Nederlandse politiek? Groot vertrouwen kan ik niet zeggen, maar ik heb absoluut vertrouwen in de Nederlandse politiek. 20%, dus niet zoveel. Dat is heel weinig eigenlijk. Ja, precies. Is allemaal nep, man. Waardeloos. 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 Nee. Ik vind het gewoon niet interessant. Aha. Ik moet toegeven dat het wel aan het rommelen is nou in de politiek. Hè, met waar bepaalde partijen, dat ik denk, oh, dat gaat de verkeerde kant op. Dat vind ik absoluut griezelig. Ja, waar hou je je nieuws eigenlijk vandaan? NRC, Volkskrant, Trouw af en toe. Rumble, Blackbox, Viruswaarheid. Het is niet zo dat ik de MSM wantrouw en de alternatieve kanalen vertrouw. Want ook daar zitten soms dingen bij waarvan ik denk, ja, is dat nou echt? Of probeer je ons angst aan te jagen? Ik ben ook journalist, dus ik heb zelf best veel... ik heb zelf best Zullen we even omruilen, Anders? ja, leuk. Ze kunnen ook gewoon liegen, net zo iedereen gewoon liegen. Kijk elke dag naar de internet. Ja, wat moet ik daarvoor zeggen? Of het nou echt 100% waarheidsgevend is, dat weet ik niet. U heeft het over bepaalde partijen. Een aantal van die, ik weet denken naar welke partij u refereert, ze hebben ook zeg maar wat wij noemen complottheorieën waar ze aan gedaan. Wat vindt u daarvan? Ik denk dat het internet wat dat betreft gewoon heel veel hoofden vol stopt met theorieën die de mensen zelf niet hebben verzonnen, maar gewoon een aanname. En ik denk dat het wel belangrijk is om dat eerst te onderzoeken voordat je dat zelf weer verder uit gaat dragen of gaat leven. Dus je moet altijd gewoon zelf blijven denken, is dit een logisch verhaal? Alles wat ik op Snapchat zie, kan ik geloven, want ze filmen het ook meteen en zo. Dus als iets live is, dan heb je het gevoel van ze hebben weinig kans gehad om te knippen en plakken, dan is het echt. Ja, toch? Ja, ik moet het toch even vragen, de roze olifant. U hebt een vlag, u hebt een bordje, kunt u even uitleg geven? Iedere regel die heel onschuldig lijkt, uiteindelijk het doel om ons binnen een systeem te krijgen waarin we een soort van allemaal slaven worden en gehoorzaam moeten zijn aan de overheid. En niemand die hier op de markt loopt, daarom sta ik ook hier, die herkent zich in het beleid van wat Rutte en Kaag op dit moment aan het uitvoeren zijn. Maar ik vind wel dat media dus eigenlijk, als steeds meer transparant wordt, moeten media ook veel meer laten zien, vind ik, wat voor keuzes ze maken en waarom. Je kan niet alleen maar verwachten dat mensen je blind geloven, je moet wel overtuigen. De oplossing voor complottheorieën, meer toelichting en meer informatie beschikbaar stellen aan gewoon de reguliere bevolking. Ja, sowieso. Hartstikke bedankt, meneer. Dankjewel. Ja, Rick Rutte, welkom. 20% vertrouwen in de media. Dat vind ik natuurlijk als journalist is dat vervelend. Ik zal niet... Je doet het niet voor die 20%, zal ik maar zeggen. Hoor je dit vaker? Of ja, natuurlijk. Ik vind ook dat zeker als ik... Het is overduidelijk dat we zien dat er een dalend vertrouwen is. En ik vind ook dat het mijn taak is. En dat het de taak is van mijn collega's en ons als beroepsgroep. Dat we die vraag stellen. Dat we niet zeggen, nou, het gaat best goed met de krant. Dat zijn ook een hoop mensen vergeten. Maar eigenlijk gaat het best goed met de krant. En er komen lezers bij. Er komen meer abonnees bij. En zeker sinds corona zijn er heel veel lezers bijgekomen die de krant ook nuttig vonden. Maar ik vind het te makkelijk om dan bij de pakken neer te zitten en te zeggen, oh, maar hè, we hebben genoeg inkomsten en mijn baan is veilig, dus het maakt mij niet uit dat er een dalend vertrouwen is. En dat er heel veel mensen zijn die niet willen geloven of heel wantrouwend zijn tegenover ons als krant of de media in het algemeen. En wat doe je daaraan? Spreek je met jongens zoals Shady? Nou ja, bijvoorbeeld hier zitten. Ik hoop dat het dus echt dat het helpt of dat ik iets kan vertellen over wat ik doe. Ik hoop dat ik iets beter kan begrijpen waarom een ander zegt, ja, ik lees jullie krant niet meer of ik begin er niet eens aan.
Ja, wat ik jammer vind is, kijk, we hebben een heel stuk aantal verslaggevers en politiek verslaggevers in Nederland, maar het lijkt alsof geen enkele van die verslaggevers de vraag stelt die die wappies willen horen, weet je. Ik begrijp denk ik van, als verslaggevers ga je eerder vragen stellen die je ook zelf wilt horen, maar ik had gehoopt dat jij ook zou vragen bijvoorbeeld van, hey Rutte, wat doe jij met die WEF, wat doe jij met Klaus Schwab bijvoorbeeld, met die vaccinaties van waarom is er zo'n tunnelvisie, waarom is het alleen maar op vaccinaties gericht en met de World Climate Declaration is volledig ondergesneeuwd, terwijl het echt een major gebeurtenis is. Wat denk ik het interessante is steeds, dus in dit gesprek, en ik moest er net aan denken toen ik het filmpje zag, maar ook vooral toen ik jouw verhaal hoorde en eigenlijk ook als ik de verhalen vanuit dit boek meekrijg, is dus dat we op een hele gekke manier, we zitten bijna allemaal in hetzelfde schuitje. Dus we kijken naar de macht. We zien hoe de wereld werkt en we kijken daar kritisch naar, wantrouwend naar. Zo zijn we gelukkig allemaal opgevoed. En vervolgens kijken we ook vaak de andere kant op en dan zeggen we, oh, maar er zijn altijd nog mensen die zijn nog een stuk kritischer. Ja. Ik zie mezelf als diegene die in Den Haag rondloopt en kritisch naar de macht kijkt. Ik heb net het debat over die digitale euro, die CBDC zitten kijken. Ik heb daar een kritisch Kamerlid van de SP over geïnterviewd. Ik heb veel geschreven over wat de overheid misdeed tijdens corona of tijdens de toeslagenaffaire bijvoorbeeld. Waarom tegelijkertijd denk je dat het niet genoeg is? Ja, nou, het interessante vind ik, maar dit is een te makkelijk antwoord hoor, maar in zekere zin is het nooit genoeg. Want ik weet dat er altijd een groep zal zijn dat als ik naar die macht kijk en denk ik ben kritisch en ik kijk over mijn schouder, dan staan er altijd mensen die zeggen, nee, maar jij bent gewoon nog onderdeel van die macht. Terwijl, jij weet volgens mij ook, Chiddy, als jij omkijkt, zijn er ook weer mensen die hebben nog veel maffere, radicalere ideeën dan jij al hebt. Er is vast iemand die het jammer vindt waarom Beatrix niet gevraagd wordt of ze een reptiel is of niet. Zo ja, is nee, maar dit is... Dit, maar als maar snap je wat nadenken, hij bedoelt? Dat hij zegt, het is eigenlijk nooit genoeg. Want iedereen wil dat ik een stapje verder ga en dat vraag. En zeker, volgens zijn perspectief controleert hij al de macht. Ja, zeker. Maar laat ik dan het voorbeeld geven. Stel, we hebben een persconferentie waar we 3 vragen aan Maxima kunnen stellen bijvoorbeeld. Ja. Als iemand dan de vraag zou stellen, bent u eigenlijk een reptiel? En daar allemaal vragen aan begint op te maken. Waarschijnlijk denk je, ja, hou eens even. Nu heb je het perfecte moment om een vraag te stellen over het WEF, zou jij waarschijnlijk willen denken. En dan ga je die veel radicalere vragen stellen. Ja, zo zit ik vaak in de wedstrijd. Ik denk, ik zie niet de vraag vaak zoals jij ze waarschijnlijk zou willen stellen. En ik denk, hier zit juist de meest interessante vraag. Die andere vraag over dat WEF, die kunnen we wel beantwoorden of daar kunnen we een keer een factcheck op loslaten. Mm-hmm. Maar die vraag waarover we nu de premier echt aan de tand moeten voelen, dat is een hele kritische vraag. Maar dat is er eentje waar we met hem echt wel eens lastig mee kunnen maken. Die reptielen, ik moet zeggen, dat is toch wel een heel kleine groep radicale mensen. En niet dat hun genegeerd worden. Ik vind dat u ook namens hun een keer die vraag over reptielen moet stellen. Just for the record. Maar het WEF, dat zou ook jou als burger moeten verontrusten. Ik weet niet of je alleen al op hun site hebt gekeken, maar dingen als you will own nothing and you'll be happy. Ik krijg daar een gevoel van, wie ben jij om dat voor mij te bepalen? En ik denk dat de Nederlanders die op de hoogte zijn van dat WEF en dat Rutte daar met zijn kop op staat en mevrouw Kaag en nog een paar anderen. Ik denk dat al die Nederlanders zich compleet in de steek gelaten voelen doordat die vraag niet is gesteld. Ik noem nu steeds het WEF. Maar dat is ook omdat echt iets is wat niet genegeerd kan worden. Vind jij dat je die vraag wel moet stellen? Of zeg je, ja, dan krijg ik toch zo'n raar antwoord op, dat ga ik gewoon niet doen? Of zeg je, nou ja, eigenlijk kan maar ik dat we schrijven hier wel over. Hè? Mm. Dus ik schrijf bijvoorbeeld ook veel over de Partij voor Democratie. Dus ik spreek ook veel met Thierry Baudet bijvoorbeeld. Die zegt ook, er zijn mensen die zijn niet meer terug te brengen. Die geloven in chemtrails en die zeggen dat Trump nog stiekem nog president is bijvoorbeeld. Daar moet je maar niet mee in gesprek gaan. Maar ga wel met mij in gesprek en ik geloof alleen maar dat 9-11 een hoax is, zegt Baudet tegen mij. Dus dat maakt het heel lastig om te zeggen. En nu ga ik even een kritische vraag stellen. Want er zijn dus altijd mensen voor wie die vraag niet kritisch genoeg is. Het leuke is, ik heb op de NRC-website gekeken natuurlijk naar die artikelen. Ik zag een artikel niet van jou, maar van een collega van je, Marijke. En er stond in, het WE, het was een beetje een recap van wat er allemaal op zo'n bijeenkomst van Davos gebeurt. Er stond in een van de eerste alinea's, ja, het WEF, het heeft geen agenda. 5 minuten later keek ik op de site, zocht ik Mark Rutte op en er staat agenda contributor. Dus, en ze hebben ook een echte agenda met allemaal doelen die ze hebben gesteld. Dus dan denk ik van, ik weet niet waar deze mevrouw het vandaan heeft gehaald, dat ze zelf geen agenda hebben, maar dat ze gewoon een denktank zijn en ze staan voor dat mensen hun ideeën verspreiden. Maar ze hebben echt wel een agenda. En als je die mist, hun filmpjes staan al over de internet. Aan het einde zei de meid in de video van, ik vind dat media meer duidelijker moeten maken wat voor keuzes ze maken.
Wat vind jij daarvan? Ja, dus dat er meer uitleg komt over hoe je tot iets komt. En hoe zou dat dan eruit zien? Ik denk dat er vast nog veel goede ideeën over te bedenken zijn. Ik weet bijvoorbeeld dat wij bij NRC maken we een politieke podcast. En een van de redenen dat het vaak heel leuk is om daarin zit, is omdat je dan eindelijk een beetje die luiken open kan doen en kan vertellen, dit is hoe we dat verhaal hebben gemaakt. Want wat ik ook wel weet, ik had, totdat ik in Den Haag als journalist begon, dat is nu 3-4 jaar geleden, had ik eigenlijk geen idee hoe zo'n dag eruit ziet. Het is een hele gezellige, zapige sfeer. Het is bijna alsof je in een buurthuis rondloopt. Want mensen willen graag in de media komen natuurlijk ook. Dus ze bellen je en je gaat een keer koffie drinken met een Tweede Kamerlid hier. Of je komt langs bij een minister daar en die vertelt je ook dingen die dan niet in de krant mogen komen met hun naam erbij, off the record. Dus je denkt, daar zit dat merk je, dat het een hele kleine wereld is. Maar je hebt daardoor ook al heel snel door dat het een hele chaotische wereld is. En dus ook een wereld waarin van centrale macht niet heel veel terechtkomt. Dat het eigenlijk een hoop gekluns is, wil ik maar zeggen. Rick zegt, ik bevraag de macht. En Shady zegt, nee, helemaal niet. Je negeert een hele grote groep die veel betere vragen heeft. Waar komt dat wantrouwen in de media vandaan? Ik denk voor een deel zie je natuurlijk dat ook de mediajournalisten steeds meer een soort van hoger opgeleid zijn. Mm-hmm. Van een bepaalde culturele klasse komen. Stedelijke, linkse, hoogopgeleide elite. Dus je ziet dat de afstand tussen die mensen die in de journalistiek zitten en eigenlijk heel veel verschillende bevolkingsgroepen steeds groter is geworden in de afgelopen 40 jaar. Omdat de professie geprofessionaliseerd is eigenlijk. Dus dat is denk ik één deel. Het andere is ook, het interessante is dat de grote kranten, et cetera, zijn ook heel kritisch op overheidsbeleid, et cetera. Proberen ook erachter te komen wat daar allemaal misgaat. Maar aan de andere kant hebben ze ook een enorme afhankelijkheid van de politiek om hun verhalen te maken, et cetera. Dat de politici met hun praten. Dus dat is denk ik heel erg mooi in het boek van Joris Luijendijk, hoe die wederzijdse afhankelijkheid eigenlijk van de pers en de politiek met elkaar, die elkaar heel erg nodig hebben, met elkaar verweven raken. En daardoor snel de schijn wekken van een klikje die met elkaar samen zit. Dus ook wat hij net beschreef, dus ik kan maar één vraag stellen. Dan ga ik heel duidelijk kiezen welke vraag ik stel. Dan ga ik niet de reptiele vraag stellen. Maar ja, dus het interessante is dat hoe bepaalt een redactie of journalisten wat voor vragen ze stellen. Ze hebben natuurlijk hun eigen soort van journalistieke interesses en culturele bagage van wat belangrijk is. Wat is nieuwswaardig nieuws en welke verhalen willen wij vertellen en welke vragen stellen wij? En dat kan soms stroken ook met wat het publiek wil. Mm-hmm. Dus die journalistieke, redactionele keuzes die gemaakt worden. Ik vraag me af hoe vaak bijvoorbeeld jullie met NRC-lezers ten eerste, want dat is jullie eerste publiek, denk ik. Hoe vaak gaan jullie in gesprek met lezers over het soort nieuws en de vragen die zij interessant vinden? Gebeurt dat? Worden dat soort dagen georganiseerd? Ja, wel door de krant, maar daar zit ik dan zelf niet per se bij. Soms kan dat wel, dus dan komt er een soort uitnodiging of dan is er een gesprek met lezers. De krant nodigt ook wel eens lezers uit. Maar ja, eigenlijk zou ik natuurlijk gewoon de hele dag of in elk geval waar mogelijk bezig moeten zijn met die vraag. Als ik voor mijn verhalen een keer in een buitenwijk van Arnhem kom, dan probeer ik meestal wel meteen met mensen de vraag te stellen van hoe zit jij hier nou mee? Ik denk nog steeds dat het natuurlijk wel een les is van de toeslagenaffaire, dat daar iets is gemist, niet alleen door Haagse journalisten, maar door heel veel andere journalisten, waardoor ik vaak denk van oké, wat speelt hier? Of wat mis je in de krant? Wat zou jij in de krant vaker willen lezen? En dat doe ik niet genoeg, maar ik probeer af en toe mezelf te dwingen om die vraag te stellen, omdat ik weet dat, daar heb je gelijk in, het is een ander cirkeltje geworden. Shady, zou jij bij NRC willen werken? Ja, als ik die vragen mag stellen met Rutte en iedereen mag praten, ja tuurlijk, waarom niet? En zou dat volgens jou ook kunnen? Iemand die zo denkt als Shady? Nee, ik denk dat Jerry heel erg welkom is. Ik denk alleen, maar daar hadden we het net over, de vragen die je stelt. Ja, ik zou denken, je zit nu echt je vraag te vergooien. Ja. We hebben een paar minuten. Mm-hmm. Ik wil weten waarom de overheid gekozen heeft om heel lang mondkapjes te wantrouwen, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat vond ik echt raar beleid. Maar die vraag kan ik waarschijnlijk niet stellen. En ik kan zeker niet een vervolgvraag en nog een kritische vraag stellen. Als ik ga vragen naar reptielen of naar het World Economic Forum. En dat betekent niet dat ik daar niet naar kijk. He, dus we kijken daar ook naar. Mijn collega schrijft er een column over. Als ik zelf een verhaal schrijf over Forum, omdat ze beginnen over dat Forum begint over het World Economic Forum, dan verwijs ik er ook naar. Dan schrijf ik wat die theorie inhoudt.
Maar duidelijk. Als ik de macht kan bevragen, dan vind ik dat ik dat het beste doe door juist de vraag te stellen waar het snijdt. En ik weet dat zij dolgelukkig zijn als ik allemaal vragen stel over reptielen en het World Economic Forum. Want dan hoeven ze voor mij de echt kritische vragen niet te beantwoorden. Ja, je denkt niet dat het snijdt bij het World Economic Forum, waar die agendapunten hebben zoals van 500 miljoen farmers naar 100 miljoen farmers. En uiteindelijk hebben we hier een crisis met boeren over stikstof. Je vindt dat niet verdacht? Of al die andere dingen die bij het World Economic Forum... Zie je de lijn niet, zeg maar, met het World Economic Forum en plannen van het kabinet? Ik denk dat het dolgelukkig worden als je die vraag stelt. Want nogmaals, als je zegt... We gaan weer naar Emin, want die heeft nog een stelling voor de zaal. Yes, we hebben het in het gesprek veel... Het woordje politiek is voorgekomen, ook media... En heel veel burgers, ja, die willen gewoon meer directe invloed op de politiek. Volgens het Sociaal Planbureau staat het maar liefst 65% uit onderzoek. En dat zijn vooral mensen die negatief zijn over de politiek. En ze noemen bijvoorbeeld zo'n referendum of het gebruik maken van enquêtes of politici die vaker hun kiezers benaderen als middelen. Dus we gaan naar de volgende stelling. Burgers zouden meer directe invloed moeten hebben op de politiek. En denk bij deze stelling even na. Wil jij zelf meer directe invloed op de politiek? Waarom ben jij het eens met deze stelling? Ja, we leven in een democratie. Een democratie betekent volgens mij dat het volk bepaalt. Dus lijkt me logisch. En vind jij dat de politiek genoeg naar jouw mening luistert? Nee, maar ik voel me ook niet heel machtig als burger. Ik voel ook niet dat ik heel veel invloed heb op de politiek. Dus misschien ligt dat daaraan. Okay. En sta je erop te wachten om, nu hebben we één keer eens in de 4 jaar verkiezingen, maar als je meer invloed zou willen hebben, zei bijvoorbeeld elk jaar of elke paar maanden, heb je daar zelf tijd voor, zin in? Weet ik niet, omdat ik, dat zou heel goed kunnen. Misschien is het dan wat realistischer qua beeld wat je van een politieke partij krijgt, want eens in de 4 jaar zetten ze hun beste beentje voor. En eens in de 4 jaar is het ook maar een momentopname, dus misschien wanneer het vaker gebeurt... zijn er maar meer momentopnames van wat ze vinden of wat ze denken. Dus het zou best een goede optie kunnen zijn. We hebben hier iemand die het oneens is. Die staat niet te wachten op een meer direct invloed. Omdat ik vind het moeilijk om te bepalen hoe je nou kan beslissen welke burger er nou meer directe invloed moet hebben op de politiek. Dan krijg je weer hetzelfde geval als dat niet iedereen zal even slimme dingen zeggen. En hoe bepaal je nou wat wel slim is of wat niet slim is? Is er iemand in de zaal die een vraag heeft? Zeg het eens. Ik ben Boris, ik ben een collega van Jeroen. En ik heb een vraag voor Chaddy. Want je hebt duidelijk een hele kritische, scherpe blik. Dat is denk ik ontzettend belangrijk. Volgens mij ook een open blik. Sommige van de dingen die ik je hoor zeggen over WEF, World Economic Forum... resoneren wat mij betreft heel duidelijk met dingen die vanaf eind 2021... door Forum voor Democratie gepusht zijn. We hoeven het niet over de inhoud verder te hebben, maar ik vraag me af, hoe zorg je dat je met je kritische blik kritisch blijft en niet dat jouw kritiek voor het karretje wordt gespannen van een andere gevestigde macht of partij? Ah, dankjewel voor die vraag. Nou ja, for your information, totaal niet via Forum voor Democratie, helaas. Misschien niet direct, maar goed, ja. Nee, maar in principe... ik zal je even meenemen in mijn gedachtegang. In mijn hoofd maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Ik, via wie ik het heb gekregen. Ik zie gewoon ideeën van een bepaald forum waar ik echt de kriebels van krijg. Ik word er echt boos van. En ik zie Rutte daar staan. En ik zie mevrouw Kaag daar staan. Waarom moet ik nog kijken waar ik het vandaan heb? Ik ben het er al niet mee eens. Daar klink je dan weer helemaal niet kritisch. Ja, wat is er niet kritisch aan? Ik zie machtige mensen en ik zie ideeën waar ik niet achter sta. En ik zie dat mensen die bij ons aan de macht zijn, samenwerken met die mensen. Okay. Maar wat stukje kritiek mis jij eigenlijk? Nou, die kritiek mis ik erop, wat dat betreft, dat je dus kritisch bent over wat je ziet. En ik denk dat er heel veel hele kritische vragen over World Economic Forum te stellen zijn, en terecht. Maar dat je tegelijkertijd meegaat in een verhaal, wat op het internet heel wijd verspreid wordt, maar dat je daar eigenlijk minder kritisch over lijkt te zijn. Hè? Ik bedoel, er zijn ook partijen die belangen hebben, omdat ze kritiek willen uiten op andere partijen, bijvoorbeeld in de Tweede Kamer, die dit soort theorieën gebruiken voor hun kritiek. En als je zegt van ja, ik zie dit en ik lees dit, en daar krijg ik de kriebels van, en daar hoef ik verder geen vragen over te stellen, dan mis ik daar eigenlijk die kritische houding die ik op andere momenten wel zie in wat je zegt.
Het blijft ook heel erg moeilijk. Ik denk dat het beste is om steeds zoveel mogelijk verschillende dingen te blijven horen. En ook op te letten altijd van wie heeft er belang bij dat ik deze informatie geloof. En dat is denk ik wel een belangrijke vraag voor jou ook. Van, dat is eigenlijk wat Boris ook vroeg. Van, met alle ideeën moet je continu nagaan van wie wil dat ik dit geloof en waarom. En kan ik mijn eigen onafhankelijke mening hierin gaan vormen? Het enige wat ik probeer altijd is door zoveel mogelijk verschillende dingen te lezen en te zien. Oké, we gaan hier afsluiten. We hadden afgesproken, we stoppen op de piek, dus we kunnen nog napraten. Ik wil iedereen bedanken, vooral de mensen die hier allemaal naartoe zijn gekomen. Jaron Harambam, Rick Rutte, Anne Weekamp, Anouar Yacoubi en natuurlijk Shadi en Emin. Geef ze een warm applaus. APPLAUS